Kleine korte update over XRP. Mensen houden van deze video's, dus bij deze weer een Ripple update. Hey, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe video. Mijn naam is Corné en voor als je nieuw bent op dit kanaal deel ik alles omtrent online ondernemen en het investeren voor je geld, voornamelijk cryptocurrencies, want crypto's zijn booming, mensen vinden het interessant, ik zelf ook heel erg. Dus daar ben ik eigenlijk elke dag mee bezig en met mij vele mensen. Er is nieuws naar buiten gekomen over Ripple, XRP, niet omtrent de rechtszaak die het SEC heeft aangespannen, maar iets anders. En mensen die mij volgen op Instagram, en doe je dat nog niet, doe dat dan even, @CornéMarchand. Maar mensen die mij volgen, die hebben mij gisteren al een berichtje zien plaatsen in mijn story. En dat is dit. De Franse Centrale Bank kijkt wellicht naar Ripple XRP als mogelijk platform voor een CBDC. En dat is wat mij betreft echt goed nieuws voor Ripple. Ik zal een klein stukje voorlezen, het artikel is niet zo groot. Volgens een nieuw rapport zou Bank de France, en ik kan helemaal geen Frans, dus je kan het vast met een prachtig accent uitspreken, maar dat ga ik niet doen. De Centrale Bank van Frankrijk wellicht naar Ripple XRP kijken als een mogelijk platform voor de Central Bank Digital Currency, dus de CBDC van Europa. Dat is ontzettend goed nieuws. Er is ook gekeken naar Bitcoin, er is ook gekeken naar Ethereum, maar de voorkeur gaat toch uit, blijkt dat het uit dat rapport, naar Ripple XRP. Waarom? Ripple is meer centraler. Hier, even kijken hoor. XRP daarentegen draait niet op een blockchain, maar op Ripple Protocol Consensus Algoritme. Meldt het rapport. Het netwerk is veel gecentraliseerder dan de netwerken van Bitcoin en Ethereum en zou daarom wellicht geschikter zijn voor een CBDC. Dat is mooi. Want stel dat dit inderdaad echt gaat gebeuren, dan opent dit de deuren ook voor de rest van Europa en misschien wel de rest van de wereld, als ze zien dat het goed werkt. Ripple en XRP genieten het vertrouwen van veel banken als model voor CBDC's, omdat het sterk gecentraliseerd is en gebaseerd is op een netwerk met toestemming, waar alleen bepaalde netwerkknooppunten transacties kunnen valideren. Dat is dus in tegenstelling tot het gedecentraliseerde netwerk van de Bitcoin en Ethereum. Nou, verder meldt het rapport dat Bank of France openlijk heeft gediscussieerd over het gebruik van Ripple en XRP als mogelijk platform voor de digitale valuta van Europa. Het nieuwe rapport is dus geen bevestiging of de centrale bank dit nog steeds overweegt. Verder wordt nog gemeld dat de Reserve Bank of Australia, ja, die zijn met de CBDC gaan testen op Ethereum. Nou, dat is mooi nieuws en er is vervolgens nog een artikel. Kijken of daar nog wat meer in staat. Ja, dit is dus ook mooi. Dit is op CryptoGids. Het rapport spreekt over Ripple als een alternatief platform voor Ethereum. En XRP als een munt die op zijn eigen grootboek draait. Waarbij wordt gesteld dat Ripple niet per se op een blockchain netwerk opereert, hebben we net ook gelezen, maar dus een eigen grootboek heeft voor het uitvoeren van transacties. De auteurs hebben ook vermeld dat Ripple door meerdere banken wordt vertrouwd als een model voor CBDC vanwege de hoge mate van centralisatie. Dit is mooi nieuws, want echt als dit doorgaat en het maakt niet zoveel uit wat er nou gaat gebeuren met die SEC lawsuit. Ik denk dat ze die gaan winnen, maar mochten ze die nou gaan verliezen, dan kan het zo zijn of dan is het waarschijnlijk zo dat die op korte termijn gaat dippen. Prima, mooi koopmoment zou ik zeggen, want Ripple is ook gewoon bezig met aan de weg aan timmeren. Ze zijn dus al bezig met de Bank van Frankrijk, een van de grootste banken van Europa, om die CBDC te regelen, om te kijken of dat werkt. Als dit werkt, kunnen ze gaan uitbreiden naar meer banken in Europa, naar misschien buiten Europa nog verder. En mogen ze dan niet meer in Amerika opereren? Dat zou kunnen door die lawsuit. Dan kunnen ze buiten Amerika over de rest van de wereld opereren. Want ik geloof zelfs dat 75% van de klanten waar Ripple mee samenwerkt en de partnerships, dat zit buiten Amerika. Dus dat moet geen probleem zijn. Ja, op korte termijn kan Ripple dan gaan dippen. Maar ik denk op de lange termijn dat dit echt goud kan gaan zijn, Ripple. Ik heb nog steeds een mooie positie in Ripple. En zeker met dit soort nieuws bevestigt weer dat ik Ripple moet blijven houden en ook bij moet gaan kopen. Hier staat zelfs een bevestiging. In het document staat ook dat de Centrale Bank van Frankrijk al heeft gesproken over XRP en Ripple als een potentieel platform voor het maken van de digitale euro. Dus ze zijn er ook echt mee bezig. Het zijn niet alleen speculaties. De Centrale Bank van Frankrijk, Bank de France, heeft openlijk gesproken over Ripple XRP als een mogelijk platform voor de centrale digitale munt van Europa. Dit nieuws wil ik even met je delen. Hopelijk heb je er wat aan. Klik even op die like-knop, klik hem even helemaal verrot als je dit soort updates nou tof vindt en wil blijven zien, dan maak ik dit ook, of dan blijf ik dit ook gewoon dagelijks doen. Zeker als de Kryptonite cursus nou eenmaal uit is,
Morgen lanceer ik hem. Kan je laten zien. Hier zijn twee delen. Hij is volledig af. Je hebt de long term, 20 lessen, 5 modules. Leer ik je de crypto wereld kennen en het lange termijn investeren. En je hebt de short term. Gaan we aan de slag met daytraden, grafieken lezen, patronen herkennen. Alles wat je moet weten over daytraden met crypto in het specifiek. Ik ken geen enkele cursus die hetzelfde is als dit, die hierop lijkt, die echt specifiek gericht is op het daytraden van cryptocurrencies. Dus ik weet zeker dat dit voor een heel groot publiek geschikt is. Dus zowel als beginners die de crypto wereld in willen stappen, die neem ik mee met deze cursus en die stappen als ware crypto master uit. En zelfs al ken je de crypto wereld al weet je hoe je long term moet investeren en je wil dus de daytraden en het short term investeren leren, kun je ook gewoon instappen. Morgen de lancering, je hoort er meer over, ik maak een video erbij en dan kun je aan de slag gaan met CryptoKnight. Nogmaals bedankt voor het kijken van deze video, ik zie je morgen in de volgende video weer terug. Adios.